was Rijnspelen te Beek een spetterend feest. Voor de derde keer het wielerspektakel De Omloop der Zeven Heuvelen. Historisch vervoer te Millingen en de installatie van een nieuwe koningspaar van Schutterij Bub uit Beek. Maar eerst. Op dinsdag 2 juli werd de Filosofenbrug in het Filosofendal te Bergendal officieel heropend. De oude brug was hard aan vervanging toe. Walk of Wisdom is een pioniersroute van 136 kilometer rondom Nijmegen en loopt ook door onze gemeente. De stichting achter deze route startte in 2016 een sponsoractie zodat de vervallen brug gerenoveerd zou kunnen worden. Naast deze stichting financierde het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen het overgrote deel. Maar ook Pannenkoekhuis de Duvelsberg, B&B Pastorie Beek en de gemeente Bergendal hielpen mee om de benodigde 10.000 euro bijeen te brengen. Vrijwilligers van Staatsbosbeheer hebben eigenhandig deze grote klus geklaagd. Kinderen uit Beek mochten in mei gaan stemmen voor de nieuwe inrichting van hun speelplek aan de Kievietstraat. Het winnende ontwerp is inmiddels geplaatst en de speeltuin werd woensdag 3 juli officieel door wethouder Irma van der Scheur geopend. Tevens is de speelplaats de eerste officiële rookvrije speelplek in de gemeente Bergendal. Leerlingen van groep 8 van basisschool Het Bijenveld te Leut werden vrijdag 5 juli onder grote belangstelling uitgezwaaid en zij gaan een nieuw avontuur tegemoet. Net als in Beek mochten kinderen uit Leut in mei stemmen welke toestellen zij in hun speeltuin de rollenbol wilden hebben. Vrijdag 5 juli was de officiële opening door wethouder Sylvia Fleuren. Ook hier is de speelplek nu officieel rookvrij. De gemeente wil graag samen met scholen en sportverenigingen een gezamenlijke boodschap uitstralen. Op weg naar een rookvrije generatie. Wat een spektakel, wat is het? Dit zijn de wasserijspelen in Beek. Het is het begin van de schuttersfeesten. En dat trappen we altijd af op vrijdagavond met een feest voor het hele dorp waarin teams tegen elkaar strijden. Er zijn 16 teams en dat zijn minimaal 6 mensen per team. En het zijn allerlei leeftijden, mensen van allerlei verenigingen. En het is heel gezellig dat iedereen er is. Genieten of niet dan? Zekers. Doe je ook mee? Ja, ik ben onze teamgenoot aan het filmen. Dus superleuk toch? Mooi feestje. Coach Harry, van wie bent u de coach? Van het Toortje. En hoe vindt u het gaan? Prima, we doen ons best. Wordt het lekker nat, hè? Ja, de volgende keer maken ze het meteen nat. Want nu zijn ze in het begin nog bang om nat te worden. Ja, een beetje warm water mag ook niet al. Doe je zelf niet mee? Nee, ik heb vorig jaar mee dan. Toen zijn we bijna eerste scoren, dus. Tweede dus. Tweede dus. Fijne avond nog. Ja, het zal, hè. Kom
Voor de derde keer omloop der Zeven Heuvelen, maar heel anders. Totaal anders, althans het is nog steeds een wielerkoers en een toertocht op één dag. Maar we hebben een nieuw wedstrijdparcours, dat is een grote verandering. En daarvoor was het nodig om ook een nieuwe startlocatie en een nieuwe finishlocatie te bedenken. De startlocatie is het Afrika Museum geworden, daar starten zowel de wedstrijd als de toertocht. En de finish is hier op de Verandwijkweg, waar ook de gezelligheid, de horeca en de geluidsinstallatie alles is. En ik ben eigenlijk wel erg te spreken over de nieuwe locaties. Renners zijn erg lovend over het nieuwe wedstrijdparcours. Het is zwaarder, het is lastiger. De Oude Holleweg zit erin. Wordt de zwaarste klim buiten Limburg genoemd. Dus, daar zijn we trots op dat hier in het wedstrijdparcours zit. En daardoor zijn we eigenlijk hier op de Verandwijkweg terechtgekomen met de finishlocatie. Je hebt hier eigenlijk zo'n natuurlijke tribune, een soort kuip die hier op de finishstraat kijkt. Dus we zijn hartstikke blij met de nieuwe locatie en ik hoor tot nu toe alleen maar goede verhalen. Dus ja. Blij. Nu gaan we de laatste 15 kilometer in op. Het is net van de bos in deze groep. De laatste ronde. Wacht, wat is er mooier dan het winnen van de Omloop der Zeven Heuvelen? Als je even omdraait, trekken, dan moet ik even het lijstje erbij pakken. Dat is de Cyclone Gift Ruurmat. Applaus voor de eerste drie. De flessen gaan nu ontkurkt worden. Komt hij binnen, ouderwets kermis, vermaak mensen, spanning en sensatie. U gaat het zien, u gaat het voelen. Cadillac uit 1958 van de heer Oldenbeek. De heer Oldenbeek uit Groesbeek met een Cadillac uit 1958.
Ook u wordt welkom geheten hier op het podium. Proficiat, de heer Van Oldenbeek uit Groesbeek met de Cadillac uit 1958. U hebt de derde prijs. Het 32e historisch vervoer is voorbij. Dankjewel, allemaal een veilige en goede reis terug. En heel graag tot het volgende jaar. Beste mensen allemaal, geweldig dat jullie er allemaal zijn. Op het hoogtepunt van deze middag, dat wil zeggen de ontkroning en de kroning. Koninklijke hoogheden, beste schuttersvrienden en vriendinnen, dames en heren. Allereerst wil ik graag namens het bestuur van de Kringrijk van Nijmegen de Betuwe het nieuwe koningspaar van harte feliciteren met uw behaalde titel. Dat brengt me bij het volgende. Toen de schutterij 37 jaar bestond, in 1969 dus, waren er enkele jongeren die zich aanmelden bij de schutterij en zo bereid verklaren om zich in te zetten voor wat ooit de oprichter Chef Stampert in 1932 voor ogen had. Een van hen zou ik graag even naar voren willen halen, en wel de heer Ben Schapendonk. De heer Schapendonk meldde zich 50 jaar geleden aan als lid van de schutterij BUW en trad toe tot het officierenkorps. Hiervan is hij op de dag van vandaag deel van uit blijven maken. Hij vervulde diverse functies, als altijd bereid de helpende hand toe te steken, zoals hij ooit vaandeldrager, vaandelwacht en daarnaast ook nog koning beschermen. De heer Schapendonk had en heeft nog altijd het plichtgevoel en probeert nog steeds, zeker bij dorpsactiviteiten, aanwezig te zijn. Verantwoordelijk voelde hij zich altijd ook wanneer bepaalde dingen niet liepen, zoals behoorde, dan trok hij zich dat enorm aan. In broederschap trouw en dienstbaarheid bijeen te Doornenburg op 19 april besluit op grond van hiervoor van toepassing zijn de bepalingen vastgelegd in de ledenvergadering van de 18 februari 1988 in Beek-Ubbergen voor buitengewone verdiensten aan de kring vernoemd en of het schutters en gildenwezen in het algemeen te onderscheiden met de zilveren draagpenning. De kringrij van Nijmegen de Betuwe, Ben Schapendonk, 6 juli 2019 te Beek. Waar willen we gemeen zijn? Van harte gefeliciteerd. Iemand als de heer Huilmand weet dat muziek kan verbinden, maar zeker ook in moeilijke momenten. Vooral als deze werkzaamheden is hij terecht benoemd tot erelid van de drumfanfare. 50 jaar geuniformeerd lid, hetzelfde onderdeel bij de schutterij, in staat van dienst waar velen van kunnen dromen, maar waarvoor wij als kringbestuur heel veel respect hebben. Vandaar dat we de heer Huilmand in onderscheiding gaan toekennen. In broederschap, trouw en dienstbaarheid bijeen te Doornenburg op 19 april, dus allemaal in Doornenburg ontstaan mensen. Op de grond van hiervoor aanpassing zijn de bepalingen vastgelegd in de ledenvergadering van 18 februari 1988 te Beek-Ubbergen voor buitengewone verdiensten aan de kring vernoemd en of het schutters en gildenwezen in het algemeen te onderscheiden met de zilveren draagpenning
de kringlijnvereniging De Betuwe. Jan Haarman, 6 juli 2019, Te Beek.